daar natuurlijk ter gelegenheid van de presentatie van de film Rokjesdag. En wat is nou, wat vind jij nou lekker om te dragen als net de zon een beetje gaat schijnen? En... Tap is geopend! Nou, ik hoor net dat het is geopend. Dat gaat helemaal los. Wat vind ik lekker? Ja, als de zon echt gaat schijnen en je voelt wel dat de dagen wat langer warm blijven. Dan vind ik het wel fijn om vaker in plaats van een rokje, ben ik vaak van de korte broekjes. En laarsjes, hakjes, slippertjes. Eigenlijk, als ik op vakantie ga, heb ik altijd heel veel in mijn tas. Maar wat ik het meeste draag is een klein afgeknipt spijkerbroekje. Of eigenlijk liefst nog een broekje. Dat, een soort flubber broekje van American Apparel met een kleine singletje erop. Mijn haar omhoog, grote oorbellen en slippers. Dat is eigenlijk wat ik het meeste aandoe. En dan denk ik zeg maar aan het eind van die paar weken. Ik had echt gewoon 2/3 van mijn outfit niet mee hoeven nemen. Heel herkenbaar. Ja. Heb je ook zo'n broekje wat je dan echt al jaren hebt? Ja, ik heb zo'n klein grijs flubber broekje. Als het er ligt is het niks. Is het aardig? Ik, nou, sportief, sexy. Ja. Maar het is echt gewoon, het is niks. Ja.